ooit echt begonnen als puur pitcher-putbaan. Toen hadden we een 18-hols pitcher-putbaan. Ja, dat is ondertussen veranderd. We zijn doorgegroeid naar 27 hols. We hebben eigenlijk steeds meer activiteiten erbij. Daarachter is een weg, daar doen we klootschieten. We hebben hier elektrische steps rondrijden. We kunnen bubbelballen, we kunnen biljartgolven. En sinds een week hebben we nu ook een laser game, de Next Generation. Met een soort spookhuis gecombineerd met... Er zijn hier trilplaten, er zijn hier luchtschokken, je hebt geluidseffecten, er komen wilde honden achter je aan, je hebt omvallende kratten, je hebt stroboscopen. Het allemaal special effects. Wat wij bijvoorbeeld heel erg leuk vinden is onze schotels. Ik mis dat heel vaak in binnensteden, maar gewoon een heel groot bod. En op dat grote bod leggen we heel veel lekker eten neer. Onze lunchbroodjes worden steeds belangrijker. En ja, ons geheim hier, onze vlamkoeken. Echt zo verschrikkelijk lekker. Wij proberen eigenlijk met alles wat we doen, al onze beslissingen die we nemen, alle activiteiten die we te bouwen, proberen we constant de gast echt centraal te stellen. Wat zou een gast nu leuk vinden? Waarom wil die komen? En dat zijn heel veel kleine dingetjes of grote dingetjes. Maar ja, wij vinden het gewoon, het werk wat we doen, gewoon verschrikkelijk leuk.